Hallo allemaal, ik ben Otto Oome. Ik ga geregeld wandelen, hiken en dan zet ik mijn routes in een Garmin GPS. De Edge 800. Hoe ik die daarin zet, dat ga ik jullie laten zien. Het is een heel gemakkelijke manier en het lukt voor alle Garmin GPS'en. Allereerst moeten we een GPX-file downloaden van het internet. De GPX-file is de file die we in onze GPS zetten. Ik ga hier bijvoorbeeld naar Wandelnet. Ik heb al een wandeling opgezocht. Krijtlandpad in de omgeving van Maastricht. We klikken hierop. Er is heel wat informatie. Je ziet hier de route die je kan wandelen. Als je overhoevert, zie je dat onderaan oplicht. Als je naar hier gaat, dan ligt het rode op, dat is het pad. We gaan de GPX-file voor dit gedeelte downloaden. Er staat wat informatie, we moeten dit hier downloaden. Hier staat GPX-bestand voor uw GPS. Kies type, download voor Garmin, download. We slaan deze op, het staat in onze downloadfolder. Ik kan die hier ook bekijken. Dat wat verkleinen en ik ga deze file naar mijn desktop slepen. Voilà. En zo dadelijk ga ik vanuit de desktop naar mijn GPS kopiëren. Je connecteert je Garmin, je GPS, in mijn geval is dat een Garmin Edge 800, met je computer. Ik doe dat met een USB-kabel. In mijn geval komen er twee folders, I en J. Wat je moet vinden is de folder Garmin en New Files. In New Files staat niets. Die GPX-file die ik zojuist heb gedownload, die plaats je hierin. Ctrl-C. Ctrl-V. Plakken. Staat erin. En als je nu je GPS, mijn Garmin Edge 800, uitzet en terug aanzet, dan staat deze route, deze koers, staat dan in je lijst. Je start je GPS op. Je gaat naar het menugedeelte waar koersen staat. Bij mij ziet dat er zo uit. Ik klik op koersen. En hij laat dus alle ingeladen koersen of wandeltrajecten zien. Als ik naar onder scroll, zie je dat hier SD SP71 Maastricht, dat die erin staat. Ik heb ook de 2 en de 3 en de 4 en de 5 gedownload. Als je hierop klikt, dan zie je het traject. En als je aan het begin bent van het traject, kan je op ja klikken. Zo gemakkelijk is het om een GPX-file op een Garmin te plaatsen. Vind je het filmpje oké? Geef me dan een thumbs up. Abonneer je op mijn kanaal. Deel het filmpje met je vrienden. Help mij de 500 abonnees te bereiken. En zet ook een commentaartje. Dag!